presenteren wij onze nieuwe tentoonstelling Fundatiecollectie Remix. Uitgangspunt hiervoor was de wens om met een frisse blik op de collectie mogelijk te maken, aangevuld met werken van hedendaagse kunstenaars. Hiervoor hebben wij 5 kunstenaars uitgenodigd om naar de collectie te kijken, werken daaruit uit te zoeken en nieuw werk te maken dat daarop is geïnspireerd. En dat is fantastisch gelukt. De kunstenaars zijn Ken Chan, Sibyl Heijnen, Richard Hutte, Aaron Lee en Michael Tetja. Ik ben gevraagd om mee te doen aan Remix, om te reageren op de collectie en vanuit de collectie nieuwe verbindingen te leggen. En daar heb ik ja op gezegd. Remix is, de bedoeling is dat we met nieuwe ogen naar de collectie kijken van dus zeg maar de collectie van de fundatie. Dat je daar een andere interpretatie aan geeft en daarom hebben ze ook 5 kunstenaars uitgenodigd. Uit, ik zou bijna zeggen uit alle windstreken, dat is wat overdreven, maar wel uit vrij veel andere delen van de wereld ook. En allemaal hebben wij een andere insteek gekozen om mensen te laten zien wat zou je zo al... Hoe zou je een keer naar zo'n collectie kunnen kijken? Ik heb deze hele grote zaal waar we nu in staan. En ik heb daarnaast 5 kabinetten. En elk samen heet het toch weer Room for Reflection, ruimte voor reflectie. En om te kijken van hoe ik nog reflecteer op deze tentoonstelling. Ook hoe andere mensen er naar kijken. En in elk van de kabinetten staat, heb ik werk gekozen uit de collectie waar ik een werk aan toegevoegd heb wat daarbij hoort. Of wat erbij zou kunnen horen. En van daaruit heb ik dit werk opgebouwd. Dus elke keer is er eigenlijk iets van de collectie wat centraal staat. En dan heb ik dan mijn idee aan vastgekoppeld. Behalve dat er elke keer een collectiestuk centraal staat, is zeg maar eigenlijk ook wel, is er klank die in elke ruimte specifiek voor gecomponeerd is en die als het ware de sfeer beïnvloedt. En zo nou dan hoor je bijvoorbeeld in de gangen, ik zal het even doen, voetstappen, of je hoort de geluiden van de buizen die ook in de kabinetten zijn. En wat ik nu zie is dat ik heb een kunstgras landschap in de gang hangen. Dan gaan we eigenlijk hier ook, dit tapijt heet van de waar we nu bij staan, enorm tapijt van 5 meter 15 bij 4 meter 35, heet Artichok. Maar die koe die kijkt een beetje uit over een weide. En aan de andere gang, dan heb ik een kunstwerk gekozen, wat golft en wat alleen maar één kleur groen is. Maar eigenlijk zeg maar, is er elke keer ook een soort connectie van de ene zaal naar de andere. Dat vind ik zelf wel een mooi thema. En ik denk dat het nog gezien wordt ook. Want er was net al een hele vroege bezoeker. Die zei van, nou ik zie hier golvend rubber. En ik zag in de gang golvend hout. Wel groen. Nou, dat verbindt wel zeg.